Welkom in de Toetsstudio. Ik ben Sander De Keere, ik ben radiopresentator bij Clara, de klassieke radiozender van de VRT. Dus je kan me horen op de radio. Ik maak zelf ook muziek en de voorbije maanden heb ik ook heel veel op TikTok en op YouTube gezeten. En daar heb ik onder andere dit gezien. Jullie vragen zich waarschijnlijk af, wat doet een Clara-presentator op TikTok? Wat heb ik daar te zoeken als ik naar klassieke muziek luister? Wel, daarom ben ik hier. Want TikTok en YouTube, en zelfs Instagram, hebben veel meer met klassieke muziek te maken dan jullie denken. Want als je bijvoorbeeld naar TikTok gaat en je zoekt daar naar klassieke muziek, naar classical music, dan is dit het eerste wat je tegenkomt, al meer dan 3 miljoen keer gebruikt. En het is dit. Dat is bekend, hè? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Weet er iemand van het online publiek wat dit is? De titel van het werk of de componist? Juliette? Enig idee? Mozart? Yes. Helemaal juist. Weet je ook de titel van het werk? Eine kleine Nachtmusik. Ja, zeg. We zitten met een kenner. Proficiat, het is helemaal juist. Het is muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Heerlijke componist, heel interessant figuur, mysterieus figuur. Heel vroeg gestorven, helaas. Mozart was een wonderkind. Zoveel is duidelijk. Want dit schreef Mozart al toen hij 5 jaar was. Het is toch wel knap als je 5 bent. Ook dit is van Mozart, het Rondo alla Turca, bekend. Kennen jullie ook? Ik zie Clara al meebewegen. Cosette, ken jij het ook? Ja. Alright, en Mozart kennen we ook van de symfonieën. Zoals de 40e symfonie, een prachtig werk. En eens je begint met te luisteren naar Mozart, kan je eigenlijk niet meer stoppen. Dus we gaan gewoon een paar minuten luisteren samen naar de 40e symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart. Zalige muziek. Nu. Opnieuw het thema. Mozart geeft jou geen seconde om de aandacht te verliezen. Altijd nieuw materiaal, altijd zo een nieuwe trigger om te blijven luisteren. Nu. Jullie kennen de 40e symfonie, Minne? Ken je de 40e? Ja. Mozart is populair nog altijd. Remo aan het genieten. Schoon, hè? Ho. Ja, ik kan blijven luisteren naar Mozart. Die muziek
blijft zo fris, zo geniaal gevonden. De afgelopen maanden heb ik iets zien passeren op social media. Even kijken. In de virtuele wereld van YouTube lopen de gemoederen deze dagen hoog op. Er is een ruzie aan de gang tussen verschillende populaire figuren met een kanaal op de website. Het gaat hem erom zoveel mogelijk zogenoemde volgers te hebben. En de strijd is helemaal uit de hand gelopen. Scheldpartijen en dreigementen zijn schering en inslag. Tienduizenden kinderen en jongeren kijken mee en mengen zich in de strijd. Tussen deze YouTubers gaat het. Aan de ene kant links Acid, dat is de YouTube-naam van Nathan van der Gunst. En rechts Céline Dept en Michiel Kallebout. Het YouTube-kanaal van Acid heeft 217.000 volgers. Hij was tot voor kort de populairste van Vlaanderen. Tot hij voorbijgestoken werd door het zingende koppel Céline en Michiel. Zij zitten ondertussen aan 482.000 volgers. Dat zij hem voorbijstaken, lokte bij Acid volgende uitspraken uit. Oh, rapapapapam, dat is gelijk aan mijn fucking machine gun maken. En dat lokte dan weer bij Céline veel reactie uit. Naast alle positieve reacties heb ik echt superveel respectloze haatreacties nog gekregen. En ja, ik word er gewoon echt misselijk van. Ja, wow. Is dat echt iets wat nog altijd leeft onder jullie? Bijvoorbeeld Lieven? Maar niet per se, maar ja, ik begrijp wel dat mensen zo een kant kiezen. Ja. Sarah, heb jij daar een mening over, over Acid en Semi? Is het zoals Giro of Scouts, het een of het ander? Ik ben op zich niet voor Semi, omdat ik snap al dat bijvoorbeeld zo jonge kinderen, zo, die zo 6 jaar zijn of zo, dat die dat leuk vinden. Ja. En dan Acid weer zo voor de ouderen, maar ik vind het ook wel een beetje onnozel, zo die, ja dat, zo die haat en al. En, ja. De haat en de rivaliteit. Het is eigenlijk wel iets van alle tijden, want er was ook al een grote rivaliteit en haat een kleine 250 jaar geleden tussen twee klassieke componisten. Aan de ene kant had je Wolfgang Amadeus Mozart en aan de andere kant had je Antonio Salieri. Een grote rivaliteit, ook heel veel jaloezie. En eigenlijk de strijd tussen Mozart en Salieri was ook een beetje de strijd vandaag tussen Acid en Semi. Want alles draait om één ding. Namelijk, er kan maar één iemand de beste zijn. Semi, zij krijgen blijkbaar doodsbedreigingen. Wel, in de tijd van Mozart was dat ook al zo. Want er wordt gezegd dat Mozart vermoord is door Antonio Salieri. Nu, dat is eigenlijk niet helemaal waar. Er was een grote concurrentie tussen de twee. Ze hadden allebei hun grote talenten in Wenen. Maar Mozart is zeker niet vermoord door Salieri. Er was wel een soort van gezonde jaloezie tussen beide heren. En Mozart is eigenlijk op een redelijk normale manier gestorven. En jullie mogen raden op welke manier. Ik heb 3 opties. Of Mozart stierf door te weinig zonlicht, want hij leefde vooral 's nachts, betekende dat hij overdag totaal niet buiten kwam en te weinig vitamine D had, vitamine van de zon. Dus te weinig zonlicht en dood. Een tweede optie is, hij is gestorven door slecht gebakken varkensvlees. Ja, en dat heeft het van binnen helemaal kapot gemaakt. Of hij is gestorven gewoon door een keelontsteking. Ik kijk even naar jullie. Wat denken jullie? Wie denkt er dat Mozart stierf door te weinig zonlicht? Jullie kunnen gewoon jullie hand in de lucht steken. Bram denkt, yep, zonlicht. Klaus ook. Sarah. Oké. Okay. Wie denkt er aan het slecht doorbakken varkensvlees? We zitten in de 18e eeuw. Toch al een paar honderd jaar. Cosette denkt slecht gebakken varkensvlees. Oké. Okay. Wie denkt er de keelontsteking? Oké, okay, zit COVID-19 daarvoor iets tussen? Ik zal jullie het antwoord zeggen. Mozart is eigenlijk gestorven aan geen van de drie. Hij is gewoon gestorven aan hoge koorts die toen nog niet behandeld kon worden. Heel vroeg gestorven. Hij is geen 40 geworden, Mozart. En op zijn sterfbed schreef hij nog een laatste werk. Een requiem, een dodenmis, begrafenismuziek. Het was gecomponeerd in opdracht van iemand, maar onbewust was het ook de eigen begrafenismuziek van Mozart. Het is een prachtig werk. We gaan zo meteen even luisteren. En het begint met de woorden requiem aeternam. Dat is Latijn voor eeuwige rust. En er wordt dus gezongen van geef de doden eeuwige rust. En het is op het tempo
alsof je met de kist in de kerk binnenwandelt. We gaan genieten. Het Requiem van Mozart. Het begint heel langzaam, heel rustig. Nu. Perpetua, eeuwig licht. Maria Isabel, vind je het mooi? Ja, ja. Eva, vind jij het ook mooi? Ik vind het prachtig. Het Requiem van Mozart. Ik heb een vraagje voor jullie. Wie weet wat dit is? Het zit in een verpakking. Kan er iemand een gokje wagen? Clara, heb jij een idee? Wat zou dit kunnen zijn? Ik weet niet, het lijkt op haar of zo. Het lijkt op haar, ja. Nog iemand die denkt dat het haar is? Ja. Het is inderdaad haar. Bram denkt ook, het is haar. Inderdaad. Het is wel... Een pruik of zo? Een pruik? Ja. Nee, het is echt haar. Oei, ja. Ja. Ah, oké. Ja, kijk. Dit is haar, maar het is heel bijzonder haar. Want dit is haar van... Een kleine 200 jaar geleden. Echt waar. Dit is haar van een pianist. Van Frans Liszt. Heel bijzonder en heel waardevol. Dus ik heb het ook goed proberen bij te houden. Ja, ik vind het eigenlijk ongelooflijk. Haar van Frans Liszt, bijna 200 jaar oud. Ik heb het gewoon in mijn handen. Oké. Okay. Het is bijna haar van Frans Liszt. Ja, het is niet echt het haar. Het is eigenlijk gewoon hondenhaar. Maar het is ook wel een beetje het haar van Frans Liszt. Nu, misschien kennen jullie Frans Liszt? Anneleen, weet jij wie Frans Liszt is? Ik heb er al van gehoord, maar dat is dan ook wel. Wat heb je ervan gehoord? Wie Frans Liszt is? Dat het een pianist was. Inderdaad, Frans Liszt was een pianist. En het was niet zomaar een pianist. Frans Liszt was enorm populair in zijn tijd. Dus we zitten in de jaren 1800, midden 1850, die periode. Er waren zodanig grote fans van Frans Liszt dat daar een naam voor bestond. Listomania. Met andere woorden, je werd gek, je werd manisch omdat je fan was van Frans Liszt. Eigenlijk wat je vandaag ook hebt met Justin Bieber en de Bieber Fever, dat had je ook bij Frans Liszt met Listomania. Je moet je voorstellen, we zitten in de jaren 1850, we zitten in de romantische periode van romantische muziek, en dan heb je plots een knappe man, iemand die er goed uitziet, Frans Liszt. Hij komt op het podium en Frans Liszt speelt sneller, expressiever, harder en vooral sexier dan elke andere pianist. We gaan even in onze gedachten een kleine 150 jaar terug in de geschiedenis. Stel je voor, Frans Liszt stapt op het podium en dan hoor je dit. Thank you.
Frans Liszt speelde sneller dan zijn eigen schaduw. Als je dat hoort, het is toch maar het begin en het wordt alleen maar beter en beter. Nu, ik had het over dat haar. Wat heeft dit haar met Frans Liszt te maken? Wel, de fans van Frans Liszt die wouden iets hebben van die pianist. Er wordt zelfs gezegd dat als een pianosnaar sprong, dat vrouwen die opraapten en er armbandjes van maakten. Of als Frans Liszt zijn sigarenpeukje weggooide, dat ze dat ook opraapten en tussen hun borsten staken. Iedereen wou iets hebben van Frans Liszt. Dus ook een stukje haar. Maar er was één groot probleem. Liszt had meer fans dan haar. Dus hij moest een heel creatieve oplossing zoeken om iedereen een stukje haar te geven. Dus wat heeft hij gedaan? Frans Liszt heeft gewoon een hond gekocht, heeft daar overal van die hond een stukje haar afgeknipt en dat aan elke fan gegeven onder het mom van hier, het is mijn eigen haar. En eigenlijk, als je ook kijkt naar een foto van Frans Liszt en als je daar dan een stukje hondenhaar boven legt, dan is het verschil eigenlijk heel klein. Voor Frans Liszt stond je echt waar uren in de rij aan te schuiven om hem aan het werk te zien. En dat doen we vandaag ook voor deze muzikanten. I'm back. We're gonna surprise the crowd tonight at Rose Bowl. We are. And your new song is amazing. Thank you. Where Were You in the Morning is incredible. Please listen to it. Stream it, buy it. Do all the things. Get that promo. Please. Where are we in the song? I don't even know my song. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decision. Baby, there's nothing holding me back. Wie is er fan van Taylor Swift of Shawn Mendes? Klaus, ben jij fan van een van de twee? Nee, niet echt. Eva, fan? Ja, oké. Okay. Ik heb het eens opgezocht. Hè. Dus, het was een video van Taylor Swift en Shawn Mendes. Een TikTok-video. En ze zongen een lied van Shawn Mendes. En Taylor Swift had ook een t-shirt aan van haar eigen Reputation Stadium Tour. Kunnen jullie raden hoeveel concerten Taylor Swift heeft gegeven met die Reputation Stadium Tour? Het was een tournee over de hele wereld. Ik zal een beetje helpen. Het waren heel grote producties, dus een enorm podium. En denk in een half jaar tijd. Oscar, kan jij raden hoeveel concerten Taylor Swift heeft gegeven op een half jaar tijd met die Reputation Stadium Tour? Is dat nu? Allee, deze periode? Vorig jaar, of? Ja. Ah, vorig jaar. 50. All right. Dit is het resultaat. Goed. 53 concerten heeft ze gespeeld op 6,5 maand tijd. Okay. Goed gedaan, Oscar, inderdaad. Dat is wel redelijk heftig. Als we dan kijken naar Shawn Mendes. Shawn Mendes heeft iets langer getoerd in 2019 met een grote wereldtournee. Heeft daar 9,5 maand tijd voor genomen. Clara, wat denk jij? Hoeveel concerten heeft Shawn Mendes gegeven op 9,5 maand tijd? Ja, misschien 90 of zo. 90? Oké, okay, we gaan kijken. Wie denkt meer? Steek jullie hand op. Wie denkt meer dan 90? Eva denkt meer, Remo ook, Bram. Ja, ook. Meer dan 90, even kijken. 105 concerten heeft Shawn Mendes gedaan. Dus dat is eigenlijk nog drukker dan bij Taylor Swift. Het zijn heel drukke tourschema's, maar drukke tourschema's bestonden ook al 100 jaar geleden met deze componist en pianist. Sergei Rachmaninoff. Kent er iemand Sergei Rachmaninoff? Ja, Eva, een beetje. Sergei Rachmaninoff was een Russisch pianist en het was echt een reus in de klassieke muziek, zowel letterlijk als figuurlijk. Hij was echt heel invloedrijk als muzikant, maar hij was ook heel groot. Rachmaninoff was bijna 2 meter groot en spreid eens allemaal een van jullie handen, zoals ik doe. Ja, zo breed, zo wijd mogelijk. Ik denk dat je een greep moet nemen aan de piano. De afstand bij Rachmaninoff van zijn pink tot aan het topje van zijn duim was bijna 30 centimeter. Ja, Maria Isabel denkt van, wat, 30 centimeter? Ja, Eva, voilà. Eva neemt er een meetlat bij van 30 centimeter. Eva, de handen van Rachmaninoff waren eigenlijk dubbel zo groot als jouw handen, bijna, als ik het zo zie. Ja, ongelooflijk. Omdat Rachmaninoff zo grote handen had, kon hij ook heel grote grepen nemen op de piano, dus heel
grote grepen die ver uit elkaar lagen, grote sprongen kon hij maken. En dat maakte de muziek van Rachmaninoff heel bijzonder. Het is heel virtuose, heel snelle muziek. En er wordt echt van de ene kant van de piano naar de andere kant gesprongen met de handen. Hou jullie vast, dit is Rachmaninoff. Met zo'n talent reisde Rachmaninoff ook, net zoals Taylor Swift en Shawn Mendes, de hele wereld rond. Dit is een lijst van plekken die Rachmaninoff heeft bezocht of waar hij heeft gespeeld, alleen maar in de Verenigde Staten in de jaren 1920, dus een kleine 100 jaar geleden. En hoeveel concerten heeft Rachmaninoff gespeeld? 71 concerten op 4,5 maanden tijd. Het zijn heel veel getallen, dus ik heb het voor jullie heel overzichtelijk in een algemene slide gezet. Ik weet, jullie houden van samenvattingen. Dit is de samenvatting. 27% bij Taylor Swift. Dat betekent dat Taylor Swift ongeveer 1 op de 4 dagen een concert had. Shawn Mendes met 36% drukte betekent dus 1 op de 3 dagen een concert. En bij Sergei Rachmaninoff, 100 jaar geleden, 50% betekent 1 dag spelen, 1 dag rusten. Rachmaninoff was super populair in een tijd waar er nog geen TikTok, geen YouTube, geen Facebook of geen Instagram was. Maar als je bekend wil worden, heb ik 1 gouden tip. Het is een tip van deze man, Jason Derulo. En de gouden tip is: zing zoveel mogelijk je eigen naam in je muziek. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik ben helemaal de tel kwijt. Jason Derulo zingt zoveel zijn eigen naam en zijn nummers. Het is wel goed gezien, het is eigenlijk de perfecte marketing. Je weet meteen, aha, een nieuw nummer van Jason Derulo. Maar je eigen naam zingen in de muziek, dat is eigenlijk iets wat ook deze man al deed, honderden jaren geleden. Een klassieke componist, Johann Sebastian Bach. Wie kent er Bach allemaal? Ja, eigenlijk kent iedereen Bach. Wel, Bach was ook geniaal, want ook Bach zong in zijn muziek zijn eigen naam. Daarvoor moet ik even naar de piano gaan. Want de naam Bach kan je vertalen in muzieknoten. Elke letter van de achternaam, B-A-C-H, komt overeen met een muzieknoot. Kijk maar. B-A-C-H, dat zijn deze noten. Simol, la, do, si hersteld. Dus als je die notencombinatie hoorde in een werk van Johann Sebastian Bach, dan wist je eigenlijk, aha, Bach zingt gewoon zijn eigen naam. Goed luisteren, zoals hier. Komt-ie? Geniaal. Dus niet Jason Derulo, maar Bach. Bach was wel niet de enige die dat deed, want ook deze man heeft dat gedaan. Zijn eigen naam vertalen naar muzieknoten. Dmitri Shostakovich. Ja, ik snap wat je denkt. Oké, okay, Bach in muzieknoten, dat is gemakkelijk. 4 letters, dus 4 noten. Maar Dmitri Shostakovich, hoe kan je dat vertalen? Heel simpel. Dmitri Shostakovich heeft dit ervan gemaakt. De D van Dmitri is een re. Ook als je gitaar speelt, een D-akkoord is een re-akkoord, dus dit. De S van Shostakovich is eigenlijk een mi-mol, omdat je het ook kan schrijven als E-S. En E is mi, dus E-S is mi-mol. En Shostakovich, de laatste 2 letters van zijn naam, CH.
Dus als Shostakovich zijn eigen naam wou laten horen, was het dit. En dat heeft hij ook gedaan in zijn muziek. Dit is het begin, de eerste seconde, uit zijn 8e strijkkwartet. En het is meteen, aha, ik weet wie de componist is. Goed luisteren. Dus als je dit hoorde, je wist, het is muziek van Dmitri Shostakovich. Nu is het aan jullie. Het is te zeggen, ik wil nu jullie namen horen. Even kijken of er interessante namen tussen zitten waar ik een muzikale handtekening van kan maken. Ik vind Sarah wel een interessante naam. Sarah, ben je zelf muzikaal? Ik heb vroeger nog viool gespeeld. Je hebt nog viool gespeeld? Ja. Heb je ooit de ambitie gehad om zelf ook muziek te schrijven? Niet echt. Ik zou daar toch eens goed over nadenken, om het wel te doen. Want je weet het misschien niet, maar je hebt een heel muzikale naam. Wist je dat? Nee. Ik ga het eens tonen. Hè. Sarah. Oké, dus de S. Als we denken zoals bij Dmitri Shostakovich, is de S deze noot. Dan heb je de A. A is la. Dan heb je de R. Als we nu even denken, R als in re, dan hebben we deze noot. Terug een A. En dan de H. Weet je nog, Bach, de laatste noot in de muzikale handtekening van Bach, is deze. Dus Sarah, dit is jouw muzikale handtekening. S-A-R-A-H. Dus... Dus Sarah, als je ooit een muziekstuk maakt, gebruik die noten. Proficiat met je mooie naam. Even kijken naar iemand anders. Minne, dat is ook een mooie naam. Minne, ik kan wel niet zo heel veel doen met jouw naam. Het is een heel mooie naam, maar niet meteen de meest muzikale om iets mee te doen. Wel, de E heb ik. De E is een mi, maar daar stopt het ook. Suhal, ah, dat is nog een interessante. Suhal, nice. Suhal, de S zou je dus kunnen zien zoals bij Shostakovich. Bij Shostakovich is de S deze noot. Dus dat is al van Suhal. De U, ja, de H, zoals bij Bach. Bach is, eindigt ook met een H en dat is deze noot. Dus Suhal. En je hebt dan ook nog een A van Suhal en dat is La. Nice, dit is Suhal. Dit is jouw muzikale handtekening, dus maak zoiets. Cosette, ook leuk. Klaus, ja. Eva. Eva is ook heel simpel. De E en de A. E. V. Maar de A. Dus eigenlijk, Eva, jouw naam is gewoon dit. Een muzikale handtekening. Dus denk eens goed na over jouw naam en misschien zit er wel... muziek in jouw naam. Goed, even terug naar de actualiteit. We hebben sinds kort een nieuwe regering De Croo, en er is iets heel bijzonders aan hoe onze regering is samengesteld. Het heeft te maken met een componist en een coalitie. Heeft er iemand een idee hoe onze coalitie, Oscar, die weet het meteen. Oscar, zeg het. Ja, de Vivaldi-coalitie. De Vivaldi-coalitie. Oscar, wist jij dat Vivaldi een componist was? Ja. Wat weet je van Vivaldi? De Vier Seizoenen, denk ik. Inderdaad, De Vier Seizoenen is het bekendste werk van Antonio Vivaldi. Wat is er zo bijzonder aan De Vier Seizoenen? Of waarom ken je dat? Of wat is daarin te horen? Dat is elk seizoen een muziekstuk, dat weet ik. Yep. Maar ik ken ze niet zo... Helemaal waar. Ja. De Vier Seizoenen zijn... vier vioolconcerto's. Vioolconcerto, dat is heel eenvoudig. Dat is gewoon een violist soleert en wordt begeleid door een orkest. En de vier seizoenen zijn dus vier vioolconcerto's. En elk concerto beeldt een ander seizoen uit. Dus herfst, winter, lente, zomer. Nu, wat heeft dat met die Vivaldi-coalitie te maken? Heel eenvoudig. Onze regering bestaat uit vier partijen. Elke partij heeft een kleur. En bij elke kleur hoort een seizoen. Bijvoorbeeld CD&V. CD&V is de kleur oranje. Oranje is de kleur van de
herfst. En dit is de herfst bij Vivaldi. Iedereen blij. Wandelen. Oké, tweede kleur of tweede partij in onze regering is Open VLD, de kleur blauw. Blauw is ook de kleur van de winter. Denk aan de blauwe handen als je kou hebt, je wintertenen. En denk ook aan het bibberen met je tanden omdat je zo koud hebt. Dat hoor je ook in de winter bij Vivaldi. Van ha, 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 ha. Vioolconcerto, solo. Heerlijke muziek. Derde kleur is de kleur van de lente, groen. De lente bij Vivaldi is misschien wel het bekendste seizoen. En dan de vierde kleur, rood. Kleur van de zomer. Dit is de zomer bij Vivaldi, maar in de zomer kan het ook soms nog heel hevig stormen. Remo, heb jij een lievelingsseizoen als je ze nu alle vier hebt gehoord? Ja, de zomer. Zomer, mooi hè? Ja, ik heb daar ook mijn eindwerk als studeer. Project aan het concertgebouw gedaan. Daarover, oh. Over de storm. Ja. Over de zomer, over de storm van Vivaldi. Ja. Oké, okay. Super. Maria en Isabel, heb jij een lievelingsseizoen als je ze nu alle vier gehoord hebt? De lente. Van de muziek of is het ook jouw lievelingsseizoen in het leven? Ja, ik ben daar ook jarig. Dus... Ah, oké. Okay. Dus op jouw verjaardag. Eigenlijk kan iedereen op elk moment van het jaar. Er past altijd een seizoen op je verjaardag. Mocht Antonio Vivaldi trouwens op Instagram zitten of op TikTok of YouTube, dan zou Vivaldi ook opvallen door iets waar ook Billie Eilish bekend om staat. Hebben jullie een idee? Lieven, waar zou Vivaldi bekend om staan, waar ook Billie Eilish erop valt? Ik zal een tip geven. Het zijn niet de nagels. Zijn haar. Nee. Zijn haar. Inderdaad. Waarom, denk je? Omdat Billie Eilish ook altijd haar haar doet in verschillende kleuren. En bij Vivaldi denk je dat hij ook bijzonder haar had? Ik zeg maar dat hij een felle haarkleur of zo had, roze bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, het is helemaal juist. Vivaldi werd de Rosse priester genoemd in Italië. Il Prete Rosso, die staat ook zo in de geschiedenisboeken. Il Prete Rosso, rood haar had Vivaldi, of Venetiaans blond. En hij was ook priester trouwens, is begonnen als priester, maar dan is hij helemaal voor de muziek gegaan. Dus nu, vanaf dit moment, als je Billie Eilish hoort, moet je ook een beetje toch Vivaldi horen. Nog één iets. Er is mij iets opgevallen in de muziek die ik vandaag hoor, muziek die ik zie op TikTok, op YouTube, op Instagram, op Facebook, op alle streamingplatformen. Eigenlijk is in die honderden jaren muziek nauwelijks veranderd. En dat wil ik tonen met een heel bekend hitje. Jeruzalem, no lo sé. Hambre nami. Zumangi shilana. Jerusalem, ikayalami. Kilo no lo sé. Maria Isabel was al helemaal aan het meezingen, Eva ook. Stan, is het ook voor jou een hitje, die Jerusalem? Ja, zeker en vast. Oké. Okay. Wat zo cool is aan Jeruzalem is, spreek mij tegen, maar je krijgt meteen het gevoel dat je wilt dansen, toch? Oké, okay, daar zit één iets voor iets tussen, iets heel belangrijks. Dat kan je verklaren door één woord. Syncope.
Weet iemand wat een syncope is? Eva? Ja, zo. Lange noot dan een korte en dan een lange. Ja, inderdaad, zo wordt het ook. Omgekeerd. Ja, op de muziekschool wordt het ook vaak zo aangeleerd: syncope. Als je het zegt, dan doe je het eigenlijk al bijna. Dus om het heel gemakkelijk uit te leggen in één zin: een syncope is een accent naast de tel. Dus als je 1, 2, 3, 4 hebt, als je daar een accent tussen steekt, tussen de 2 en de 3, of tussen de 3 en de 4, dan spreek je van een syncope. Soms zijn dat inderdaad even lange noten, soms korte noten. Ik ga het gewoon even demonstreren. Voor het gemak heb ik een drumcomputer meegenomen. Ik ga gewoon even die beat namaken van Jerusalem. Het is niet zo moeilijk. Je begint gewoon met 1, 2, 3, 4. Dus dat moet dan zoiets zijn ongeveer. Zo begint het. Oké, okay, dan komt er ook nog een klep bij die heel veel doet. Toch? Ja, hè? En dan heb je ook nog zo'n stem die van... Hoe, hoe, hey, hoe, hoe. Dus ongeveer zoiets. Voilà. Dat is eigenlijk hoe die Jerusalema beat in elkaar zit. Dus je hebt de bas, 1, 2, 3, 4. En dan heb je die klep die daar soms op de tel zit, soms naast de tel. En dan heb je ook nog zo'n stem die... Hey, hey, hey. Dus alles wat eigenlijk een sterk accent krijgt, is een syncope. Soms zijn dat lange noten, soms zijn dat korte noten. En dat is iets wat ook al deze meneer kende, Ludwig van Beethoven. Want de syncope hoor je ook heel sterk in zijn derde symfonie. Even luisteren. Alles mooi op de tel. Alle accenten op de tel. Oh. Oké. Okay. Plots heel veel accenten die naast de tel vallen. Eigenlijk wat er hier bij Beethoven gebeurt, gebeurt nu ook in heel veel andere muziek. Het gebruik van die accenten naast de tel. En je hoeft zelfs geen muzieknoten te kunnen lezen. Je voelt het gewoon, dat die muziek begint te bewegen. Net zoals bij die beat van Jerusalema, spontaan het gevoel om mee te dansen. Bij Beethoven heb je dat ook, omdat er zo wordt gespeeld met die accenten. Nog eens luisteren. Nu nog niets aan de hand. Mooi op de tel. Da, 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 cinco. Muziek is in al die tijd nauwelijks veranderd. Dus als je nu naar Acid en Semi kijkt, dan moet je ook een beetje denken aan Mozart en Salieri. Als je denkt aan Taylor Swift en Shawn Mendes, denk je ook misschien nu spontaan aan Rachmaninoff. En wat Jason Derulo nu doet, dat deed Johann Sebastian Bach al heel lang geleden. Dit was onze show over klassieke muziek. Je kan ons altijd terugvinden natuurlijk ook op YouTube. Gewoon iedereen klassiek zoeken. En je vindt ons ook terug op Spotify, want ik heb alle muziek die hier aan bod is gekomen, heb ik in een afspeellijst op Spotify gezet. Ook de pophitjes, dus het is klassiek en pop door elkaar. Dus geniet ervan. Ik was Sander Keren en jullie waren een heel tof digitaal publiek. Ik hou jullie goed en tot de volgende keer.